Voorzitter, BVNL maakt zich grote zorgen over de rol van de overheid en de invloed van big tech bedrijven in de digitale wereld. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis en we moeten heel erg goed oppassen. Want voordat we het doorhebben zijn we onze vrijheid kwijt en leven we in een digitale controlestaat. Voorzitter, we zien dat de EU de digitale controlemacht naar zich toe probeert te trekken, waardoor het straks mogelijk wordt om 450 miljoen EU-burgers te volgen en te controleren. En de Europese Commissie komt met verstrekkende voorstellen zoals de Digital Services Act, de Digital Markets Act en de Data Governance Act. En natuurlijk moeten we de Europese digitale identiteit niet vergeten. Dit alles geeft de EU, maar ook onze eigen overheid, veel te veel macht over persoonsgegevens en de digitale markt. En mijn vraag is dan ook in hoeverre deze vergaande bevoegdheden de kans op misbruik van onze data door overheden vergroten en wat voor controles er zijn ingebouwd. We zien dat in een aantal landen de controlestaat reeds dagelijkse realiteit is en de overheid werkelijk alles van je weet. En in Nederland is dit scenario ook zeker niet ondenkbaar. Recentelijk controleerde de overheid namelijk nog onze medische status via een QR-code die burgers de toegang tot het openbare leven kon ontzeggen. Vreselijk. 2 weken geleden was er nog het bericht dat inlichtingendiensten data van burgers veel te lang bewaren. En waarom wordt die data niet verwijderd? En voorzitter, deelt de staatssecretaris onze angst voor deze controlestaat? Voorzitter, natuurlijk bieden deze nieuwe regels ook de mogelijkheid om big tech bedrijven iets te beteugelen. Maar de facto is de machtsverschuiving in het digitale landschap waarin de overheid gaat bepalen wat wel en wat niet op deze platforms mag worden gezegd. Wat BVNL betreft moeten we deze regels juist vastleggen dat alles mag worden gezegd, zolang er geen sprake is van een strafbaar feit. Geen big tech censuur en geen ministerie van waarheid. Graag een reactie hierop. En ik wil ook graag weten wat het kabinet ervan vindt dat politici van deze platformen werden afgegooid en wat we daaraan kunnen doen. Voorzitter, tot slot de online privacy. De EU is met een plan gekomen voor het opsporen van kindermisbruik waarmee online platforms straks de mogelijkheid krijgen om actief in online privéberichten van burgers te zoeken naar materiaal. Ook lezen we berichten dat de sleepwet, waar een meerderheid van de Nederlanders tegen heeft gestemd, toch realiteit is. Graag een reflectie van de minister op de geruchten rond deze sleepwet. En hoe gaat het kabinet voorkomen dat burgers straks onterecht worden gevolgd door bedrijven en overheden en dat deze projecten veranderen in een digitale staatscontrole van de burger? Want voorzitter, laten we een controlestaat te alle tijden voorkomen in het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Weerdenburg. Ja, dank voorzitter. Voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, heeft ook niet zo lang geleden een toespraak gehouden waarin zij het had over, er wordt heel veel data verzameld, hè, van burgers en bedrijven, zowel door bedrijven als door overheden, en dat die data eigenlijk heel erg onbenut wordt en dat, een beetje met dollartekens in de ogen bijna, dat we dat moeten gaan benutten, te gelden moeten maken. Daar ligt een schat aan mogelijkheden. Hoe denkt de heer Van Haga daarover? Ja, dat is een goed punt. Ik vind mevrouw van der Leyen een doodenge mevrouw. En dit soort dingen zijn ook zeer onrustbarend. Die data zijn niet van de EU. We moeten ervoor zorgen dat dat heel erg goed beveiligd wordt. Dat kan technisch ook allemaal. Maar het idee dat de EU over onze data gaat en dat we daar nog eens wat extra gebruik van gaan maken. Kijk, je kunt als je natuurlijk in de hoek zit van de beïnvloeding, kun je ontzettend veel doen met die data. En het is ook een hele lucratieve bezigheid. We zien aan de Googles en de Facebooken dat ze daar ongelooflijk veel geld mee verdienen. En als dat is wat mevrouw van der Leyen bedoelt, ja, dan is dat inderdaad zeer zorgwekkend. De heer Jansen. Dank u wel. Ja, ik vind dat ook een hele zorgwekkende ontwikkeling. Ik ben ontzettend bang voor waar dit heen gaat. Maar hoe verklaart de heer Van Haga dat de rest dit gewoon niet lijkt te zien? Hoe kan het dat het allemaal over handigheden gaat en dan hoef je je paspoort niet meer te scannen en dit en dat, terwijl dit gaat over het optuigen van een totaal controlesysteem? Hoe verklaart hij dat dit niet door lijkt te dringen? Ja, dit is natuurlijk de kernvraag. Ik weet dat niet. Technologische vooruitgang heeft absoluut mijn grote sympathie. Ik ben er mijn hele leven mee bezig. Het is hartstikke goed dat je makkelijker door de poortjes van Schiphol kunt, omdat je lid bent van Privium en een iris-scan. Ik ben er helemaal voor. Het is fantastisch. Alleen het grote risico dat erachter zit en wat nu misbruikt wordt door een soort collectivistische stroming die binnen ons land bezig is, maar ook op Europees niveau lijkt gestalte te krijgen. Ja, als daar misbruik van gemaakt wordt, dan is dat verschrikkelijk. En we zien nu allerlei symptomen van dat misbruik. En ik ben het helemaal met u eens. Het is heel vreemd. En ik hoop dat steeds meer mensen ook in ons parlement zich daarvan bewust worden dat die risico's er zijn en dat we die ook mitigeren.